Het werk heette First is Tragedy, Then is Farce. En wat ik probeer te maken is twee decorstukken die eigenlijk geïnspireerd zijn op het paradijselijke. Zo. Een waslandschap, zo, hup. Dit is dan even van de zijkant en dan heb je hier zo. En dan heb je hier gewoon zo'n stang. En hier wielen. Grote industriële wielen. Ja, nou, ze kunnen niet rijden uit zichzelf, maar de bezoeker kan de twee elementen van het paradijs dan, hè, kan hij naar zijn eigen wens in verhouding tot elkaar plaatsen en in verhouding tot de rest van de werken en in verhouding tot de ruimte zelf. Het is een tentoonstelling die een soort remake is van een tentoonstellingsconcept uit midden jaren 90 van het HCAK, het Haagse Centrum voor Actuele Kunst. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op vier kunstenaars, waarvan één kunstenaarsduo. En die hebben allemaal een nieuw plan voorgesteld, wat inhaakt op het idee van de ideale plaats. In de jaren 90, ik denk de ideale plaats is een filosofisch probleem. Want daar kan je op allerlei manieren mee verstaan. Maar in deze tijd, die zo dystopisch is, is het maar de vraag of kunstenaars nog wel zoiets wensen als een ideale plaats, of ze daarmee wensen te verstaan. Of course, I could make a model about utopic ideal place, but in fact, for me, my ideal place is my studio, because all inspirations come from in the studio, the people I love come to the studio. Then I thought, anyway, in Nest, I will have my telephone number, and then people can call me. I would like it very much to prepare performance for them. I would like it to prepare food. I think it will be very nice to see what kind of people come and they meet for first time. Therefore, I'm very excited what will happen. De rots, dat is een heel groot werk, een fotoprint. Kijk je in een huis. En je kan niet in dat huis lopen, want er zit een heel groot gat. Als je goed beter kijkt, is het een kapotgeschoten huis. Heel bijzonder, aan de binnenkant zie je idealistische schilderingen, landschapsschilderingen. Maar er zitten kogelgaten in. Maar daarachter het huis loopt een fantastisch pad naar buiten. Feit is dat een romantisch perspectief over de dood. Ik ben al langer op zoek, ook in mijn eigen werk, naar wat de laatste plaats zou kunnen zijn. Een zoektocht naar de laatste plaats. Kijken of er vergelijkingen zijn tussen leven en dood. En waar precies die overgang van leven en dood zich afspeelt. We gaan een appartement bouwen. Dat is een van de appartementen in een toren in Rio de Janeiro. In 68 is daarvan de bouw aangevat en dat is nooit afgemaakt. Die socialistische plannen, dat waren heel erg utopisch. Dus je zou een toren hebben met een indeling van per verdieping 13 appartementen. Maar er zaten ook torens bij met een opdeling van 3. Dus dat gaf zeg maar ruimte en plek aan een hele diverse sociale klasses. En in 2004 is de toren gekraakt door 400 mensen uit een nabije Sloppenwijk. Dus die kraakactie van die mensen uit Sloppenwijk was veelbetekenend in de zin dat het iets van de segregatie die heel erg heerst in de stad doorbrak op een vrij resolute directe wijze. En wij willen heel graag dat moment weer terughalen middels dit project. Dus wij hebben het archief van de corrupte ontwikkelaar gevonden. En daar lag eigenlijk allemaal materiaal wat hij voor zijn campagne wilde gaan gebruiken. En we willen dat die campagne dus weer opnieuw opstarten eigenlijk. En daarmee willen we proberen om geld op te halen. En dat geld dat willen we dan gebruiken om appartementen op te kopen in de toren, zodat die toren ook weer afgemaakt kan worden. Dan willen we die appartementen geven aan de krakers. We can show the models, more than the models, the drawings about the houses for the moon. These houses are special. They are not for Earth because they are special made for no gravity. And of course, for me, it's very important that everybody can take the plans, the drawings, to
to their house. Therefore, it's a photocopy machine in the show, and everybody can photocopy the plans and the drawings and bring home, and maybe one day to make them. Wij zijn kunstenaars, maar wij maken, ik denk ook dat je ons wel kan zien als activisten. En wij gebruiken ons werk gewoon om, zeg maar, ja, politieke doeleinden te bewerkstelligen. Ik wilde iets doen met het omarmen van de onmogelijkheid van de utopie. Ik heb niet geprobeerd iets te verbeteren of te verslechteren. Nee, absoluut niet.